Goedemorgen allemaal. Van harte welkom bij deze dienst van onze wijkgemeente Hervormd Kralingen in de Hoflaankerk. Ook een warm welkom voor iedereen die online deze dienst volgt. Vandaag gaat voor onze eigen predikant dominee De Wit. De organist vandaag is Wouter van de Wild. De schriftlezing voor deze dienst kunt u vinden in Lucas 24, de versen 36 tot 43. En ook Johannes 20, de versen 19 tot 29. Ik heb een aantal mededelingen. Vanmiddag is er na de dienst een gebedsmoment waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd. Volgende week is er na de ochtenddienst een gezamenlijke maaltijd. En u hoeft zich daarvoor niet op te geven, maar het zou fijn zijn als iedereen iets meeneemt, zoals we eigenlijk wel gewend zijn als we hier eten in de kerk. Zodat iedereen ook van elkaar zeg maar, kan proeven wat voor lekkers gemaakt is. Op de nieuwsbrief vindt u ook een aantal uitnodigingen. En die uitnodigingen zijn vooral om op vrijwillige basis mee te doen aan activiteiten. Voor onze wijkgemeente vragen we gastheren, gastvrouwen. Zoals u merkt wordt u altijd van harte welkom geheten als u deze kerk binnenkomt. Wij zoeken mensen die dat ook leuk vinden en die de groep die dat nu doet aan wil vullen. Meer info en ook opgeven kunt u bij Hubert en bij Pieter. Komende Hemelvaartsdag is er ook weer een Surf the City actie. Allerlei dingen in het teken van de stad Rotterdam. Kijk op de weekbrief wat voor activiteiten er zijn. Er is volgens mij voor elk wat wils en ook daarvoor zoeken wij vrijwilligers. Dus mocht u tijd hebben en zin, geeft u vooral ook op bij Pieter. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 30 en daarvan de versen 1 en 5. En we wensen elkaar een gezegende dienst.
Nee. Nu doet hij het wel. Ja, ik hoor dat hij het doet. Fijn. Op deze zondag na Pasen staan wij stil bij wat het betekent om te leven met de levende. Wij zingen daar ook over hoe goed, o Heer, is het hier te zijn. Op deze plek waar alles ons een dag voorspelt dat dood en hel zijn neergeveld. En ook de versen 2, 5 en 10 van lied 972. Ons leven zal geborgen zijn en eenmaal zal het morgen zijn. Een lied met verwachting en vooruitzicht. Lied 972. Wij horen de wet van God en zingen daarna uit Psalm 86, het vierde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Het gebod horen wij vanmorgen uit Galaten 5. Broeders en zusters, u bent tot vrijheid geroepen, maar niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Ik zeg u, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. Die twee staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Maar als u door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb,
dat wie zulke dingen doen het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Amen. Laten wij samen bidden. Heer onze God, eeuwige Vader in de hemel, wij prijzen uw naam. En wij danken u voor deze dag, de eerste van de week, de dag van de opstanding. De dag die een belofte in zich draagt, dat eenmaal de grote morgen komt. En deze dag is daar een voorproefje van, een voorteken. En wij prijzen u als de levende, de opgestane, die met uw geest in ons midden wilt zijn. En wij danken u dat wij u zo mogen kennen. Dat wij niet zomaar hier rondlopen op deze wereld, verloren, zonder doel, maar dat u er bent. Dat wij weten van uw koninkrijk. Uw heerschappij, dat wij u zo mogen kennen als de God die trouw is. U weet wel hoe dat bij ons is, dat dat ook vaak veel te groot voor ons is, dat dat in ons hoofd en in ons hart een kluwen kan zijn met al die dingen die daar zitten, die daar leven, al die gedachten, al die indrukken. En hoe wij naar mensen kijken, hoe naar ons gekeken wordt en hoe dat ons bezig kan houden. En de dagelijkse dingen die soms op ons af kunnen komen. Of dat wij denken dat wij het moeten doen met wat wij hebben en kunnen. En daarin toch ook telkens weer ontdekken dat het daar niet mee gaat. En daarom danken wij u dat u er bent. Altijd weer. Dat u ons de weg wijst. Dat u ons tegemoet komt, ons opzoekt. En dat u zo laat merken dat u de levende bent. Zo deed u dat bij uw volgelingen na uw opstanding. En zo wilt u dat ook nu doen. En wij hebben dat net zo hard nodig als zij. Anders blijven ook wij in ons eigen kringetje ronddraaien. En daarom bidden wij u, komt u met uw geest. En til ons op boven onze dagelijkse dingen uit. En laat ons zien wie u bent en waar het naartoe gaat en waar wij op mogen hopen en naar mogen uitzien. En dat wij goede moed hebben bij alles wat er gebeurt.
Ons leven zal geborgen zijn en eenmaal zal het morgen zijn dat wij zo mogen leven. Heer, wij verlangen naar u, naar uw aanwezigheid in ons leven, in deze dienst. En wij bidden u om uw Heilige Geest. Komt u in ons midden? Wilt u rechtmaken wat scheef is in ons leven? Wilt u goedmaken wat verkeerd is? Wilt u heelmaken wat stuk is? Wat er ook in ons leven is. Wees in ons midden. Hier in de kerk en bij de broeders en zusters thuis. De kinderen bij de oppas, jong en oud. Komt u tot ons. Zo bidden wij u uit genade. In Jezus' naam. Amen. Vorige week vierden wij Pasen. En je zou verwachten dat in Goede Vrijdag en Paas het werk volbracht is. En aan de ene kant is dat ook zo. En tegelijk blijft Jezus nog 40 dagen hier. Dat is eigenlijk wel opvallend. Ja, wij zijn dat gewend, wij weten niet beter. Maar je zou denken, na Goede Vrijdag en Paas, als het werk volbracht is, gaat hij terug naar zijn vader. Maar dat doet hij niet. Hij heeft hier eerst nog een taak. En die taak is dat hij zijn volgelingen opzoekt. En hen als het ware bij de hand neemt en meeneemt. In het spoor achter hem aan. En dat zij ervan doordrongen zijn dat hij werkelijk de levende is. Daarover lezen wij verschijning aan de discipelen. Allereerst uit Lucas en daarna ook nog uit Johannes. En in beide gedeelten valt het op dat Jezus naar hen toekomt als een persoon met een lichaam. De opgestane is nog steeds een mens van vlees en bloed. Wij lezen Lucas 24, 36 tot 43 en daarna Johannes 20 vanaf vers 19. Dit verhaal volgt op de Emmausgangers. Die twee mannen die op weg waren naar Emmaus. Die toen opeens een reisgezel met zich mee zagen lopen. Die zij niet herkenden. Maar dat bleek Jezus te zijn, dus dat is ook nog zoiets. Jezus komt zich openbaren, want ze herkennen hem niet. En dan gaan ze terug en dan spreken ze met de discipelen erover. En toen ze over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden. En zei tegen hen, vrede, zei u. En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen, waarom bent u in verwarring? Waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten. Want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun zijn handen en zijn voeten zien. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen, hebt u hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. In Johannes 20 vinden wij een vergelijkbare verschijning. Opnieuw komt Jezus bij zijn discipelen. Johannes 20 vanaf vers 19. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van die plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus. En hij stond in hun midden en zei tegen hen, vrede, zei u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede, zei u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, we hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen.
Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren. Hij stond in hun midden en zei: vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas: kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. Kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem: mijn Heer en mijn God. Jezus zei tegen hem: omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Dit is het woord van God. Zalig wie het hoort en bewaart. Amen. We maken even een sprongetje en we gaan naar Samuel. Want jongens en meisjes, daar gaat het volgende week op de Bijbelles over. En we zingen hem nu vast, dan kun je hem volgende week ook goed meezingen. Het kinderlied is dus Samuel. En dan komen jullie naar voren, wil ik nog iets tegen jullie vertellen. Ja, komen jullie. Zo, fijn dat jullie er weer zijn vanmorgen. We zongen over Samuel, daar gaat het volgende week over, denk ik, bij de Bijbelles. Maar we zongen dat dit nu al. En Samuel wordt geroepen door God. En ik dacht, dat is wel heel mooi. Maar hij weet helemaal niet dat God hem roept. Hij hoort een stem en hij denkt, hoe zit dat nu precies? Wie is dat? Weet je bij wie Samuel logeerde? Ja? Bij Eli. Wat was zijn beroep? Wat deed Eli? Weet iemand dat? Was die timmerman? Nee? Weet je waar die werkte? In een heel speciaal gebouw. Hij was... Ja, weet je het? Schiet je te binnen, ik zag het. Maar het schiet er ook weer uit. In de tempel, heel goed. Heel goed. Ja, heel knap. Dus Eli was een priester. Dus die was een soort dominee. Dus die stem klonk en Samuel dacht, wie is dat? Ik hoor mijn naam. Samuel! En hij ging kijken. En dan ging hij naar Eli toe. Want hij dacht, Eli, ja, die heeft mij geroepen. Maar dat was niet zo. Wie had hem dan geroepen? Ja? De Heere God had hem geroepen. En hoe kun je nu de stem van de Heere God verstaan? Dat is best wel moeilijk, denk ik. Want Eli de priester, die wist dat ook niet goed. Die zei, ik heb helemaal niet geroepen.
Ga maar weer slapen. En toen klonk die stem nog een keer. Samuel weer naar Eli toe. Nee, ik heb niet geroepen. Dus Eli had het ook niet goed in de gaten, terwijl hij gewoon een priester was. Dus als er één was die het kon weten, was het Eli wel, maar die snapte het ook niet goed. Dus misschien is dat best wel eens moeilijk. En toch weet je soms wel dat de Heere God je roept. We waren van de week hier bij elkaar met een paar mensen voor de Alpha-cursus. Dat is voor mensen die niet zoveel van het geloof weten. En dan gingen we erover praten, toen ging het ook daarover. Hoe kun je nu iets van God weten? Dat is natuurlijk best wel lastig. Nou, daarvoor komen we in de kerk om iets over God te horen. Daarvoor lezen we in de Bijbel en dan zingen we liederen. En dan vertellen we erover. Of je praat er met andere mensen over of op een kring. En soms merk je ook wel iets van God als je heel stil wordt. Of als je buiten wandelt in het bos. Kan soms ook wel dat je opeens merkt, hé, er is meer dan wat ik zie. Nou, daarover gaat het in de kerk heel vaak. Dat is best wel lastig hoe je dat goed kunt weten. Maar als je nou dat telkens weer doet, kun je dat stapje voor stapje steeds beter leren. En dan leer je er steeds meer van. En dan kun je op een gegeven moment ook precies de stem van God horen. En misschien word je dan ook wel dominee later. Jullie gaan weer zitten. Wij gaan naar de preek luisteren. Dat is misschien een beetje een moeilijke preek. Ik zal proberen het niet al te moeilijk te maken. Maar jullie hebben ook een blad, als het goed is. En anders ligt daar nog. Over Thomas hebben we net over gelezen. Maar het gaat eigenlijk niet over Thomas. Maar zo'n preekschrijfkaart? Ja, mooi. Anders liggen er daar nog een paar. We gaan eerst nog met elkaar zingen. En dat is niet zomaar een lied, maar dat is een lied in het kader van het verzoeknummer. Lied 7 van Johannes de Heer. En Ria, dat is jouw verzoek, want dat lied heeft heel bijzondere herinneringen aan je overleden moeder. Je hebt er een heel mooi verhaal bij. En het is ook, ze is er nu niet, het lied van Gerry. Die vroeg dat ook aan, maar Gerry kijkt thuis wel. Dus Gerry, dit is jouw lied. En Gerry schrijft, dit is een lied uit mijn jonge tienerjaren. Troostwoorden die mij mijn leven lang gedragen hebben. Dus nou, Gerry, ook voor jou en voor jou Ria, dit lied. Als geen nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten. God verlaat u niet.
Na de verkondiging zingen wij lied 623, een paaslied. O hart, spring op vol vreugde, want dit is ongehoord. God heeft de dood beteugeld. Zijn grote dag breekt door. Prachtig lied van Paul Gerhardt. Wij zingen vers 1, 3, 6 en 7 van lied 623 dus, na de preek. Gemeente van Christus, zusters en broeders, in het gedeelte dat wij gelezen hebben valt meestal de aandacht op Thomas, de man die het maar niet kan geloven dat Jezus is opgestaan. Maar vanmorgen wil ik een ander accent leggen. Namelijk Jezus die in hun midden komt. En zowel bij Lucas als Johannes lees je dat hij als eerste dan zegt: vrede zij u. En als tweede zegt hij bij Lucas: zie mijn handen en mijn voeten. En bij Johannes: zie mijn handen en mijn zij. Jezus komt plotseling in hun midden en wijst op zijn handen en zijn voeten. Dat is natuurlijk omdat daar de littekens nog zitten van de kruisiging een paar dagen daarvoor. En daar wil ik het vanmorgen met u over hebben, over de littekens van Christus. Wij hebben allemaal littekens opgelopen in het leven. Deuken en butsen, letterlijk en figuurlijk. Jezus heeft dat ook. Die heeft in zijn leven deuken en butsen opgelopen. Ze hebben hem aan een kruis gespijkerd. Met harde hand joegen de soldaten de spijkers er doorheen. Dat waren diepe wonden. Ze hadden hem met een speer in zijn zij gestoken om te zien of hij nog leefde. En die wonden zijn zo diep dat ze na Pasen nog altijd zichtbaar zijn. Zo verschijnt Jezus aan zijn volgelingen met littekens. Dat is ergens wel opmerkelijk. Onwillekeurig denk je, in ieder geval, ik denk dat vaak, hoe is dat geweest? Met wat voor lichaam is Jezus opgestaan? Nu, de Bijbel zegt dat is een verheerlijk lichaam geweest. Maar hoe ziet dat er dan uit? Waaraan zou je hem kunnen herkennen? Jezus verschijnt aan zijn volgelingen gedurende 40 dagen. En dat begint er dus mee dat hij begint met te laten zien dat hij het is. Wat voor lichaam is dat? Als je de Bijbel leest en er verder over nadenkt, moet je in ieder geval, denk ik, twee dingen daarover zeggen. Om te beginnen is het heel anders dan daarvoor, voor kruis en opstanding, want Jezus is opeens in hun midden. Plotseling staat hij daar, de deur is dicht, maar dat is geen enkel probleem. Hij komt en hij is er opeens. En hij is ook zo weer weg. Opeens wandelt hij met die twee mannen mee op weg naar Emmaus. En opeens is hij ook weer weg. Dus dat zijn haast soort flitsen van aanwezigheid die een tijdje duren, maar ook zo weer voorbij zijn. En daarnaast ook wordt hij heel vaak niet herkend. De Emmausgangers niet, Maria in de tuin niet, maar ook de discipelen hier niet. Lucas 24 lezen dat ze denken aan een geest. En ze schrikken hevig, ze worden heel bang. Dus er is een groot verschil. En tegelijk is het nog altijd wel een lichaam. Dus dat verheerlijkte bestaan van Jezus na zijn opstanding is nog steeds een lichamelijk bestaan. Dat zegt hij ook heel nadrukkelijk. In Lucas 24 lazen we dat. Kijk dan maar. En nou ja, nu ik er toch ben, geef maar wat te eten ook. En hij zegt: een geest, eet niet. Jullie denken aan een geest, maar het is werkelijk, ik ben het. Hebben jullie hier iets te eten? En voor hun ogen eet hij het op. Dus het is een heel tastbaar lichaam. Hij zegt ook: raak mij maar aan. Dus zo is hij opgestaan, lichamelijk. Ook als een voorbode van de grote opstanding. Die zal dus ook lichamelijk zijn. Maar hij staat op met een lichaam met littekens. En je zou bijna zeggen: wat is nou menselijker dan littekens?
Daar kun je iemand aan herkennen. Het gebeurt wel eens dat er mensen vermist zijn en als ze dan later teruggevonden worden, dat ze aan bepaalde kenmerken herkend kunnen worden. Zo is dat ook met Christus. Die herken je aan zijn littekens. Wat is een litteken? Een schaafwond laat geen littekens achter. Een diepe wond wel. Die wond kan genezen na verloop van tijd. Maar er blijft altijd nog iets achter dat aan die wond herinnert. Een litteken. Een teken van lijden. En zo verschijnt Jezus ook na zijn opstanding. Hij heeft diepe wonden opgelopen. Zo diep dat die blijvend zijn. Je zou denken, hij is opgestaan, hij heeft de macht van de dood overwonnen. Hij komt als overwinnaar uit de strijd. En ja, dat komt hij, maar dat kun je wel zien. Hij komt als overwinnaar uit de strijd. Wij denken misschien toch al snel aan een soort van heroïsch figuur. Groot en machtig, een held die triomfen voert, die onoverwinnelijk is. Wij stellen ons Jezus voor als iets van, nou, trekjes van Superman. Een groot en machtig strijder. James Bond in het kwadraat die altijd wint en ongeschonden uit de strijd komt. Bovenaardse trekjes heeft. Jezus komt niet ongeschonden uit de strijd. Dat zegt ook dat het heel diep gegaan is. Die littekens zeggen ook, ik ben dood geweest, maar zie, ik leef. Het was een zwaar lijden, het was een heftige strijd, maar het is volbracht. De dood is overwonnen, de schuld is verzoend. En het kwaad heeft niet het laatste woord. En die littekens herinneren daaraan. Die brengen je dat weer te binnen. Kijk maar, zegt hij. En voel maar. De opstanding is dus niet zoiets als een film die je weer terugdraait. En alles wordt weer zoals het was. Of als een deuk in je auto en je gaat naar de garage en je laat die deuk eruit halen en die wordt gepolijst en opgepoetst en je ziet er niks meer van. Nee, je ziet dat wel. Ze zijn zichtbaar, die littekens. Zo is hij opgestaan. De littekens zijn niet weggepoetst. Zo staat hij op en zo stijgt hij op naar de hemel. Met littekens. En als Johannes op Patmos een openbaring ontvangt, dan ziet hij een geopende deur in de hemel. Dan krijgt hij daar een blik te zien. En dan zegt hij, ik zag een lam staande als geslacht. Dat is natuurlijk hetzelfde. Hij zegt niet, ik zag een lam liggend op de slachtbank. Maar staande, hij is opgestaan. Maar als geslacht. Ik stel me zo voor dat hij dan een lam ziet. De hals is doorgesneden en je ziet die gapende wond. En een litteken van de slachtwond. Daaraan is hij te herkennen. Het kwaad wordt dus niet weggepoetst, maar verzoend. Het verleden wordt niet ongedaan gemaakt, maar op de toekomst gericht. Aan zijn wonden herken je Christus, ook na Pasen. Weet je wat dat betekent? Dat de opgestane de gekruisigde is. Hij is één en dezelfde. En na Pasen is het kruis geen gepasseerd station. Zo van, dat hebben we gehad. Het evangelie, alles wat wij doen en prediken, is getekend door de littekens van Christus. Als wij navolgers van Christus zijn, zijn wij navolgers van de gekruisigde. En Pasen is onlosmakelijk met Goede Vrijdag verbonden.
die zijn niet los verkrijgbaar. Dus ook in zijn verheerlijk lichaam draagt Christus de littekens van zijn lijden. Dat zegt ook iets over onze littekens. Wij lopen ook littekens op in het leven. Niet alleen maar schaafwondjes, maar soms ook diepe wonden. Wij lopen ook wonden op die onuitwisbaar zijn. Waarvan je de gevolgen altijd met je meedraagt. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Een ingrijpende ervaring, een plotseling verlies. Een ernstige ziekte waar je mee te kampen hebt. Zorgen die je boven het hoofd groeien. Daarin ervaren wij de gebrokenheid van het leven. De macht van het kwaad. En wat wordt er ook niet gezucht? Ziekte, lijden, handicap, verlies. Paulus vertelt ergens over een doorn in het vlees. Waar hij ontzettend last van heeft, die hem hindert. In het Grieks staat er een woord waar ons woord trauma van afgeleid is. Dat woord heeft in onze tijd ook wel een heel geladen betekenis. Je kunt traumatische ervaringen in het leven hebben. Mensen die door gebeurtenissen beschadigd zijn. Getraumatiseerd. Geschonden. Helaas ook in de kerk. Het woord slachtoffer horen wij regelmatig. Verkeersslachtoffers, oorlogsslachtoffers, slachtoffers van geweld of een afrekening. Maar ook slachtoffers van misbruik. Er zijn zwaar gewonde mensen. En zelfs kinderen. En het is de vraag of de wond ooit helemaal geneest. We zeggen wel, de tijd heelt alle wonden, maar dat is een leugen. Dat is nu eenmaal niet zo. De littekens die blijven er en soms voel je die wond ook weer helemaal. En een genezen wond zegt iets dat een verdriet wel een plek krijgt, maar nooit overgaat. Het litteken blijft. En de huid wordt nooit meer helemaal zoals die was, zo gaaf. En ik dacht, hoe zal dat in de toekomst zijn? Eenmaal zal het morgen zijn, zongen we. De nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Wij belijden, ik geloof, de opstanding van het lichaam. Wat voor lichaam zal dat zijn? Nu, daar moet je natuurlijk voorzichtig mee zijn. Want dat is een geheimenis. Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen. Maar ik weet wel, eenmaal zal mijn lichaam, als het gestorven is, ook weer opstaan. In heerlijkheid. Paulus schrijft ergens dat Christus zijn gemeente voor zich zal stellen, stralend, zonder vlek of rimpel. Zijn er dan geen littekens meer? Nou ja, ik heb wel geleefd. En bij Christus zijn ze er nog, die littekens. Zegt dat ook iets over ons? Als hij terugkomt. Ik denk, ergens zullen wij dan met onze littekens leven voor zijn aangezicht. De pijn is eraf. Maar die littekens blijven. Want ik heb toch geleefd, dat wordt toch niet weggepoetst. Ja, al mijn tekorten, al mijn gebreken, al mijn zonden, dat wordt weggepoetst. Maar het zou kunnen, ik zeg het voorzichtig, het zou kunnen dat die littekens blijven. Dat God die bewaart, zoals hij ook mijn tranen bewaart, zingen we straks. Die tranen bewaart hij in zijn kruik, staat er in de Bijbel. Die zijn bij hem. Die doet hij niet weg. Ze worden wel afgewist, maar niet in de prullenbak gegooid. Ze blijven bewaard bij God. Zo denk ik dat ook mijn littekens bewaard blijven bij God.
Dat is natuurlijk een duizelingwekkende gedachte. En daar kan ik ook niet te veel over zeggen, ik weet dat niet. En je kunt je dan afvragen, komen we er dan nooit helemaal vanaf? Nou, misschien niet. Dat staat natuurlijk zo haaks op het moderne levensgevoel. Wat willen wij? We willen een mooie, gave, gladde huid, hoe oud we ook zijn. Dat is het ideaal. De grootste ramp is natuurlijk als je er oud uit gaat zien. Dat je rimpels krijgt en zo. Wij willen jong zijn, 50 als het nieuwe 30. Vitaal, dat is een van de goden van onze tijd, de vitaliteit. En alles wat herinnert aan pijn en ouder worden, dat ervaren we als negatief. Dat poetsen we zoveel mogelijk weg of je laat het weer een beetje glad trekken. Forever young. Moeders die willen lijken op hun dochters. Altijd meer weer die strijd tegen het ouder worden. Het is een wanhopig gevecht. Natuurlijk ga je dat verliezen, maar blijkbaar kunnen we in onze tijd dat zo moeilijk accepteren. Dat we een dagje ouder worden. Dat heeft alles te maken met het verdwijnen van de horizon. Wij kijken niet verder dan het hier en nu. En als dit het is, dan moet je er ook uithalen wat erin zit. Want dit is je enige kans. Ja, natuurlijk, dan wil je als moeder er net zo jong uitzien als je dochter. Het kan niet, ze is een generatie verder, maar toch. Ja, maar je hebt geleefd. Je ziet er niet zo jong meer uit als eerst. Het leven laat zijn sporen achter. Hoe ga je daarmee om? Nu, al die littekens, die trauma's die je hebt opgelopen in je leven, mag je bij God brengen. Bij Christus die ook littekens heeft. En hij schaamt zich er niet voor. Kijk maar. Zegt hij. Voel maar. Steek je hand maar in mijn zij. Voel maar in mijn handen. Kom maar. En alleen zo kan ik het ook aanvaarden. Als ik ze bij hem breng, ze in zijn handen leg, waar ook littekens in zitten. Ik mag ze aanraken, hij ziet mijn. Daar schamen we ons toch niet voor. Wat is dat toch voor een oppervlakkigheid dat je dat allemaal wil wegpoetsen? Uitdeuken als een auto. We moeten ze niet ontkennen, maar verwerken. Je verzoenen met je wonden. Door te zien op Christus' wonden. Want het gevaar is groot, net zo goed ook in de kerk, dat wij gladde huiden willen. Dan krijg je van die glad gepolijste christenen, die altijd glimlachen. Ik heb liever mensen die zwaar tillen aan het lijden. Die hun deuken niet masseren en wegpoetsen. En zich er niet voor schamen. Die weten van littekens. En ik zeg dat niet gemakkelijk of goedkoop. Want ik weet hoe zwaar het kan zijn. Leven in gebrokenheid. En dat het soms overleven is. En mensen kunnen diep gewond zijn. En als iemand dat heeft meegemaakt, als iemand dat is overkomen, moeten we zeker niet zeggen, nou, dat is nu toch wel voorbij. Het moet toch wel een keer afgelopen zijn. Wonden kun je niet zomaar wegpoetsen. En we moeten bedenken dat niet alle wonden genezen. Soms blijft er meer dan een litteken achter. Die doorn die Paulus in zijn vlees had. Die bleef hem maar steken. En de wond bleef open.
Hij noemt dat een engel van Satan. Dat geeft aan dat het diep gaat. Een uitermate pijnlijke duivelse aanvechting. 3 maal heeft hij gebeden. Daar klinkt hij door aanhoudend. Dan moet je niet gaan tellen 1, 2, 3, maar dat is voortdurend. Maar het gebeurde niet. Maar God zei tegen hem, mijn genade is genoeg. Genoeg om het te kunnen dragen. Want in zwakheid openbaart zich Gods kracht. Dat is kracht naar kruis. Ook het lichaam van Christus kent wonden. De kerk is getekend met de wonden van Christus. Laat er in de kerk daarom open handen zijn. Verwelkomend voor wie door het leven getekend is. En ik denk dat Thomas ook zwaar geleden heeft. Hij wordt wel een soort spreekwoordelijke twijfelaar. En het wordt een beetje een comfortabele twijfelaar in zijn gemakkelijke stoel. Maar die kruisiging was voor hem zo'n traumatische ervaring. Jezus, op wie hij heel zijn hebben en houden gezet had. Die was omgebracht. En Thomas was een aangevochten mens. En hij trok zich terug om zijn wonden te likken. En hij weigerde zich te laten troosten. Ik begrijp het, maar het is ook gevaarlijk. Je kunt in zak en as gaan zitten en treuren. Maar als je niet uitkijkt, word je cynisch en heeft iedereen het gedaan. Thomas moet weer terug in de kring van de volgelingen. En inderdaad, hij komt weer terug en een week later zijn ze weer bij elkaar. En dan komt Christus in de kring van de volgelingen, in de gemeente. Hij komt niet als je thuis blijft, maar als je er bent. Daar ontmoet je hem in zijn gemeente. En daar zie je zijn littekens. Daar zie je zijn strijd voor jou. Voor jou heeft hij dat gedaan, is hij die weg gegaan. De strijd die hij streed. En de overwinning die hij behaalde. En hij komt daar waar 2 of 3 in zijn naam bijeen zijn. En hij toont zijn littekens. Kijk maar. Voel maar. En zo is hij de hoge priester die kan meelijden met onze zwakheden. Hij heeft het alles doorstaan wat wij doorstaan. Hij heeft zelf littekens. En hij is bewogen met een wereld vol getraumatiseerde mensen. Mensen met wonden. Schaam je er niet voor. Maar prijs God dat hij je kent, naar je omziet. En dat er heling is. Ook al blijven er littekens achter. Maar hij geeft kracht naar kruis. Amen.
zullen met elkaar danken en bidden. Wij danken u, eeuwige God, dat u onze metgezel bent en blijft. Elke dag opnieuw. Omdat u trouw bent. Wij danken dat ons leven geborgen is in u. U de overwinnaar. Die de tekens van de strijd met u meedraagt. En zo komt u ons heel dichtbij. Want u bent degene die heeft geleden. Die weet wat lijden is. Die weet wat pijn is. Die weet wat dood is. Wij danken u dat u ons zo nabij bent. Dat u niet ver boven ons uitstijgt. Als een glorieuze held. Alleen maar te bewonderen op grote afstand. Maar dat u naar ons toekomt. In alle kwetsbaarheid. En dat we mogen voelen aan uw wonden. En dat wij u daaraan mogen herkennen. Dat is ook wel iets heel bijzonders. En wij danken u daarvoor. Wij danken u, lieve God, dat u zo tot ons komt. Dat u ons opzoekt waar wij zijn. En u weet hoe wij zijn. En wat er in ons leven is. En hoe wij soms vastzitten. In zorgen en verdriet. Of in dagelijkse drukte. Hoe dingen ons omlaag kunnen trekken. En nu komt u tot ons. Om ons bij de hand te nemen. Heere, wij prijzen u, wij danken u. Wij aanbidden uw grote naam. En wij bidden voor elkaar. Voor allen die wonden hebben opgelopen in het leven. Die deuken en die butsen, die niet meer overgaan. Dat u erbij bent. Met uw troost. Met uw genade. Wij bidden voor hen die zorgen kennen. Wij bidden voor de zieken. Voor hen die alleen zijn. Voor hen die verdriet hebben. Neem ons in uw hoede. Ontfermt u zich over ons. Ontfermt u zich over deze wereld. Die ook zoveel wonden heeft. Open wonden. Zoveel tekens van strijd. En het gaat maar door. En op onze slechtste momenten denken we ook dat uw koninkrijk nooit komt. Want dat kan niet. Wij zien toch zoveel andere dingen. Heer, wij bidden om tekens van uw heerschappij. Dat het niet dwaas is om te geloven dat uw koninkrijk komt. Maar dat wij reden hebben om uit te zien. En grote dingen van u mogen verwachten. Ook al weten wij dat onkruid en tarwe samen opgroeien tot de oogst. Maar laat het tarwe toch niet overwoekerd worden door het onkruid dat welig teert op zoveel plekken. Wees nabij allen die zuchten onder geweld, onderdrukking, uitbuiting, misbruik. Zoveel trauma's. O God, laat ons niet aan ons lot over. Maar kom en vernieuw uw wereld. Wij bidden opnieuw voor het volk van de Oekraïne. Maar ook de mensen in Rusland die hieronder lijden. Wij bidden u opnieuw voor de situatie in Gaza. Voor die krijgsgevangenen die nog altijd gevangen zijn in Israël. En zoveel andere plekken.
Ontferm u. O Heer, ontferm u. Wij bidden voor uw kerk. Laat het een plek van hoop en verwachting zijn. Een plek waar we elkaar zien. Een plek waar we onze wonden niet hoeven te verstoppen of te masseren. Wij bidden voor broeders en zusters die worden bedreigd en vervolgd. Goede God, zie naar ons om. Hoor ons ook nu wij in de stilte ons gebed tot u brengen. Ook de dingen waar we dankbaar voor zijn. Zegeningen die we van u ontvangen. En zorgen die we bij u brengen. Goede God, wij danken u dat wij al deze dingen tot u mogen brengen. In de naam van uw Zoon, onze Heer en Heiland, Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik breng de collecte onder de aandacht. De diaconiecollecte is voor Rwanda bestemd, over trauma's gesproken. De tweede voor de kerk, de zendingscollecte bij de uitgang is voor de IZB. En ons slotlied is Psalm 56. Wij zingen vers 4 en 6 in de oude berijming over onze tranen die God bewaart, die hij niet zomaar weggooit, maar in zijn hand houdt. Psalm 56, 4 en 6 in de oude berijming naar de collecte.
Ga nu heen in vrede, verhef uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allen. Amen.